Breda Nu. Je weet het meteen. In het weekend van 8, 9 en 10 september was het Live Art Festival te vinden op het Klavers Jansenplein. Met een programma vol voorstellingen, installaties, workshops, dance battles, community art projecten en performances van diverse, vaak jonge makers, was er voor ieder wat wils te bewonderen. En eigenlijk dit hele gebied Klavers Jansen, dat is een gebied wat nu herontwikkeld wordt. En de gemeente die heeft ervoor gekozen om dit gebied een culturele bestemming te gaan geven. En die hebben aan ons gevraagd ook om een profiel daarvoor te schrijven, een artistiek profiel. En dat is live art. En live art betekent eigenlijk zoveel als dat je kunst eigenlijk direct mee kan maken, getuige kan zijn. Je ziet waar de kunstenaars mee bezig zijn. Soms kan je zelfs in de voorstelling zitten. Dus het is elke keer anders. Waar zit je, waar sta je? Niet klassiek op een stoel op de tribune, maar vaak tussen dansers in. Of je kunt naar een of andere installatie, stap je in en uit. Nou, dat hebben we eigenlijk verzameld. Het is tegenwoordig een ontwikkeling, ook in Nederland. Steeds meer van dat soort dingen zie je. Hebben we nu hier in dit gebied gebracht om aan de stad te laten zien wat we hier eigenlijk allemaal kunnen. Michiel Lebberecht en ik speel onder de naam Mickey Doyle live. Teksten schrijf ik ook in het Engels. Maar dat ben ik, dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Maar ik noem mezelf daar zeker nog geen topper in. Dat komt meestal na de muziek. Maar ik probeer te verbeteren. Ja. En wat betekent dat, de Bredase Kruidenakker? Nou, wij zijn een stadslandbouwproject. Ja. Wij kweken en verwerken kruiden die we groeien op een braakliggend terrein in Breda. Door en voor Bredanaars zeggen wij. Echt Breda stadskruid. Breda Nu. Je weet het meteen.